Nou, het is natuurlijk heel logisch dat voor zo'n voorstelling dat je van tevoren, misschien wel een dag of meerdere dagen van tevoren, gespannen voelt. Dat het een beetje oploopt, die spanning. Heel normaal. Maar wat zou je er nou kunnen doen? Nou, die spanning, ten eerste komt dat een beetje vanuit je hersenstam. Ik ga nog even een beetje openmaken. Dus hier zitten gebieden die eigenlijk heel, ja, een beetje de productie geven van adrenaline. Dat stofje noradrenaline, waardoor je opgewonden raakt. En dat zorgt eigenlijk voor dat je die stressgevoelens krijgt. Ik voel me niet echt lekker erbij, het gaat komen. Nou, het aardige is dat vanuit frontaal er allerlei remmende systemen zijn die daar controle op kunnen uitoefenen. Vanuit die frontale lob. Maar dan moet je wel zorgen dat je die frontale lob activeert. Dat doet hij namelijk die remming beter. Hoe activeer je hem nou? Zo goed mogelijk. Door bijvoorbeeld te gaan sporten, door te gaan bewegen. Of, en dat is juist heel passend, door naar muziek te luisteren. Muziek is vaak juist heel ontspannend. Maar dan moet je muziek opzetten die, waar je van houdt, die je goed kent. Of je denkt, dat vind ik heel mooi. En natuurlijk kan je ook nog zeggen, ik zet de koptelefoon op. Ik luister naar muziek en ik ga ondertussen hardlopen. Dan heb je de combinatie van die twee. Dus ga aan de gang ermee. Maak een beetje een buffer. En je komt heel relaxed door de voorstelling heen.